Geloof mij als ik zeg dat deze video awesome gaat zijn. Wij gaan kijken hoe gevangenen zich opstellen in de meest beveiligde Minecraft gevangenis ooit. Wow, like als jij denkt dat dit een gevangenis is, alleen dan. Wee, welkom in de gevangenis. Niet mijn gevangenis, helaas. Maar alsnog, hij is best wel blij. Als gevangene heb je niet altijd evenveel te beleven. Tenzij je verstoppertje speelt. Alle gevangenen hebben zich uitgesloofd. Zoek alle boefjes in de gevangenis. Mij heb je al gevonden. Dat was ook niet al te lastig. Oké, guys, laten wij ervoor gaan. Celblok A. Oh, hier gaan zoveel gevangenen verstopt zitten. Als jij één gevangene met je eigen oog hebt gespot voordat ik dat deed, like de video dan. Als je dat zometeen meemaakt, want dan weet ik namelijk dat jij dat hebt gedaan. Politie Samson. Oh nee, ik wil niet de kist openen. Jij bent die droeftoeter die meedoet aan verstoppertje, toch? Droeftoeter? Wie noem je een droeftoeter? Maakt niet uit. Oh, ga je nog wat anders zeggen? Voor de rest zegt hij niet heel erg veel. Hij vraagt alleen maar of ik een droeftoeter ben die meedoet aan verstoppertje. Nou, dat denk ik. Dat vermoed ik. Oh! Wat? Hallo? Ik kom niet van aarde. Ik moet ontsnappen. Wat? Dit is gewoon een alien! Maar wacht. Als je niet van aarde komt, hoe ben je dan in deze gevangenis beland? Welke stenen moet ik kapot maken? Oh jongens, hij heeft 3 mogelijkheden. Dit is een steen met een kreuk erin. Dit is een steen met een barster in. En bij deze ook. Welke moet hij kapot maken? Ik zou denk ik gaan voor de linker. Oh, dat was geen verstandig idee geweest. Oké, welke zou jij nu kiezen? De middelste of de rechter? Om dus te kunnen ontsnappen, hè? Er moet een ontsnappingsroute achter zitten. Ik denk de middelste op een of andere manier. Ik ben blij, want het zijn diamonds. Alleen hij wil natuurlijk ontsnappen. Oh, jongens, wacht even. Ja, dit is de ontsnappingsroute. Oh, oké, eigenlijk hebben we hem niet echt zo heel goed geholpen. We hebben namelijk de echte ontsnappingsroute juist als laatste ontgrendeld. Maar wel hebben wij de eerste gevangene gevonden. En daar ben ik best wel blij mee. Zag jij dat gat eerder dan mij? Laat het in de comments weten. Oké, guys, er staat hier. Oh, ga in een rijtje staan. Dus normaal gesproken is dit het gedeelte waar de gevangenen in een rijtje moeten gaan staan, zodat ze naar de cellen geleid kunnen worden. Interessant. Is hier nog iets anders waar ik vanaf moet weten? Politie Samson is niet heel aardig tegen mij. Ik snap het ook wel. Hij zit in een gevangenis. Hij kan ook niet continu aardig zijn. Jongens. Oh, jongens. Oké, dit zijn alle cellen van de gevangenis. Of in ieder geval van cellenblok A. Ik geloof dat er nog meer cellenblokken zijn. Maar laten we de allereerste cel openen. Hallo? Is de gevangene op vakantie of is die ontsnapt? Het moet één van die twee zijn, denk ik. Zo. Jongens? Oh, nee. Dit is het riool. Oké, misschien is hier wel een gevangene verstopt. Zou maar zo kunnen, wou ik zeggen. Ah, nee! Je hebt me gevonden! Zeg dat wel. Je bent niet van de politie, toch? Zie ik eruit als een politieagent? Ik heb nog nooit een politieagent met rode ogen en een grijs petje opgezien in een riool. Dus nee, om je vraag te beantwoorden. Ik ben niet van de politie. Mag ik er even langs? Want ik lijk. Ga eens even. Wat is het hier? Er zit iets achter jou! Ik zie dat er iets achter jou zit. Wacht, ik ga gewoon lekker om jou heen minen. Want ik zit in creative, want ik hoor bij de gevangenis. Oké, guys, wow. Ik hoop niet dat we zometeen ergens in een mega riool uitkomen met poepies of zo. Dat zou niet heel erg prettig zijn. Diamond! Al denk ik niet dat je daar per se blij mee bent als je op het punt staat om te ontsnappen. Hij staat huilen. De gevangene held. Ik heb diamonds gevonden. Maar ik heb geen pickaxe!
Hoe ben je hier dan überhaupt terechtgekomen? Als je geen pickaxe hebt, wat doe je hier dan ook? Diamonds in het riool? Is dat in het echt ook zo? Nee, Job, dat is... Het is niet de bedoeling dat ik morgen met een duikbril en een zwemvest naar het riool ga. Er zijn geen diamonds, denk ik, in het riool. Oké, guys, we weten in ieder geval voldoende en... Wat is... Wacht even. Het voelt echt alsof ik een soort van gevangene ben die op het punt staat om na 10 jaar gewoon de buitenwereld te betreden. Het is best wel creepy. Guys? Wat heeft... Hallo? Ik probeer er niet te ontsnappen! Nee, echt niet! Ik meen het! Luister. Ik vroeg je niet eens wat. Ik beschuldigde je niet. Ik praatte niet eens tegen je. Rustig, oké? Okay? Like, als iemand zo snel begint met ontkennen, dan is de kans groot dat hij wel ontsnapt. Maar goed, succes! Ik weet eerlijk gezegd niet of ik dit nu eerlijk moet vertellen tegen die politieagent die we in eerste instantie zagen, maar hij noemde mij een droeftoeter, dus ik sluit mij in dit geval aan bij de Minecraft-gevangenen. Wacht eens even! Dit is dezelfde ontsnappingsroute als van de alien. Oh, jongens, de gevangenen die werken allemaal samen met elkaar. Dat is echt super, kan ik het slim noemen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar goed, laten wij deze cel uitgaan. Hoeveel gevangenen hebben we nu al gespot? Ik denk dat we ongeveer op een stuk of 4-5 zitten. Dus we zijn goed bezig. Volgende cel! Jij was... Oh, wat? Waarom is jullie muur kapot? Jij hebt een pickaxe vast! Jij hebt dit gedaan! Ik wou even een beetje suiker lenen, zegt de gevangene. Suiker lenen in de gevangenis? Nou, dat hoort in ieder geval niet op deze manier. Van mijn buurman. Vandaar het gat. Ja. Maak er maar een mooi verhaal van. En wat heeft de buurman daarop te zeggen? Goed zo. Je hebt me gevonden. Was ook niet zo lastig, hè? Nee, op zich niet. Als je gewoon letterlijk in je cel staat, dan is het niet heel lastig om je daar aan te treffen. Tot nu toe, jongens, moet ik zeggen... Ik wil niet zeggen dat de gevangenen slecht zijn in verstoppertje. Maar ze zijn er ook zeker niet fantastisch in. Oké, okay, guys, we gaan snel door. Hoeveel cellen? We zijn pas bij de derde, jongens. En we hebben nog een tweede cellenblok. Tuurlijk. Ja, het gat in de muur. Bijna vergeten. Oké. Okay. Jongens... Ik denk dat wij een ontsnapper hebben. En ik vermoed ook via welke kant hij naar boven is gegaan. Hallo? Ben ik bijna vrij? Vliegt er een vogel boven mij? Zegt deze jongeman. Kijk wat er is gebeurd. Wat is er gebeurd? Oh, nee! Er is een vogel die boven hem heeft gevlogen. En kijk naar zijn hoofd. Er ligt iets op zijn hoofd. En het heeft te maken met een vogel. Als jij weet wat het is, want ik ga het niet hardop zeggen. Doe dan een like en abonneer op mijn YouTube kanaal. Beste reden ooit om te abonneren. Oh jongens toch, wat is dit allemaal. Oké, we gaan snel door naar de volgende cel. Luister, is het niet vreemd dat dit de best beveiligde gevangenis ooit is? Maar dat ik meer cellen aantref zonder gevangenen erin dan cellen met een gevangene erin. Dat lijkt mij niet de bedoeling, gevangenis in Minecraft. Dat lijkt mij... Niet de... Wacht even. Wat gebeurt hier nou? Oh nee! Oh nee, wat... Oh, op. Hey! Oké, luister. Rustig, oké. Ik kom in vrede. Kijk maar. Oh, oké. Duidelijk? Wacht eens even. Ben jij niet Cookie Monster? Zometeen ben ik vrij. En dan is het koekjestijd. Luister. Ik geef je één kleine tip. Als jij ooit nog een koekje wilt eten, steek de TNT dan niet aan. Als ik zo naar je kijk, heb ik het gevoel dat je geen idee hebt wat ik zojuist zei. Oh, jongens, toch. Cookie Monster in de gevangenis. Waarvoor zou Cookie Monster nou weer in de gevangenis terecht zijn gekomen? Er moet iets zijn. Zou het met koekjes te maken? Waarschijnlijk heeft het met koekjes te maken. Koekjesdiefstal in Minecraft is een grootschalig probleem. Oké, we gaan snel door naar de volgende cel. Jongens. Wat is dit? Next one. Waar denk jij mee bezig te zijn? Nog 3 steentjes. Nog maar 3.
Is het wel handig om dat tegen de eerste beste persoon te zeggen die jouw cel binnenkomt? Wat als ik gewoon een undercover politieagent ben? Oh, ik moest mij verstoppen. Oeps. Ja, inderdaad, je moest je... Dat is het idee van verstoppertje! Al deze gevangenen gebruiken dit verstoppertje moment gewoon om uit de gevangenis te breken. Het is echt schandalig. Oké, misschien kan ik ze ook wel een beetje gelijk geven, maar het is niet de bedoeling. Dus ik doe snel jouw celdeur weer dicht en ik doe alsof ik niks heb gezien. Oh, jongens toch. Oké, de allerlaatste cel van celblok A. We gaan het checken, guys. Oh. Zou het gat in de grond iets te maken hebben met de gevangene die hier niet aanwezig is? Het zou maar zo kunnen. Plots? Wat? Wacht even. Zijn dit toiletten? Zijn dat poepies? Je hebt wel mooi haar trouwens. Dit had ik niet zien aankomen. Het ruikt hier apart. Tuurlijk ruikt... Je zit in het riool en er liggen dropjes. Laat ik het dropjes noemen voor het gemak. Luister, succes met je ontsnapping. Al betwijfel ik of deze toiletten jou erdoor gaan laten. Wat is beter dan bodyguards in een gevangenis of bewakers? Toiletten. Als toiletten jou willen tegenhouden, dan spoelen ze gewoon door en dan glij je uit over het water. Het is fantastisch. Oké, guys, waar zijn we nu? Dit ziet eruit als een soort van opslag area. Of nee, wacht, waarschijnlijk is dit de keuken. Ik durf het niet te zeggen, maar het eerste wat mij opvalt zijn deze deuren. Dus ik heb het idee... Wat? Ben je hier nu al? Jij zat net nog in het riool. Ooit ga ik naar de ruimte. Net zoals mijn haar. Yo, ik moet zeggen, haar is wel super episch. Dit is gewoon een Galaxy Minecraft coupe, yo. I love it. Oké, guys, er zijn meerdere dingen die ik heb geleerd in het leven. 1. Maak altijd je wiskunde huiswerk. 2. Op Lego staan doet pijn. En 3. Vertrouw nooit een schilderij tijdens Minecraft verstoppertje. Zou het zo zijn? Zou het zo zijn? Huh? Oh! Wat doe jij? Wacht eens even. Je hebt een ladder in je handen. En hier is een ladder geplaatst. Wat heb je daarop te zeggen? Hey meneer, ik ben de loodgieter. De loodgieter. Maar waarom heb je dan een trap in je handen? De ladders zitten verstopt. Vandaar. Wauw. Er waren zoveel smoesjes mogelijk geweest. En jij zegt dat je een loodgieter bent ingehuurd om de ladders te ontstoppen. De prijs voor slechtste smoesje 2000... Luister, spam in de comments wat het slechtste smoesje is wat jij zou kunnen bedenken wanneer je betrapt wordt op een gevangenis-outbreak in Minecraft. Ik ben zo benieuwd. Gewoon een smoesje wat jij zou vertellen wanneer een bewaker in Minecraft jou betrapt wanneer je aan het ontsnappen bent. Oh jongens, dit gaat echt nergens over. Oké, het is... hier zijn we al geweest. We hebben netjes de deur weer dicht gedaan omdat dat geloof ik de enige gevangene was die nog wel aanwezig was in haar cel. Politie Samson... Er is niemand die probeert te ontsnappen. Helemaal niemand. Ik ga snel door. We gaan door naar celblok B. Ik waarschuw je alvast, gevangenis Steve. Het lukt mij fantastisch. Oké, guys, there we go. Ik ben heel erg benieuwd hoe de gevangenen... ik bedoel, ik heb zin in verstoppertje. Hallo, politie Hengs. Hey, kleintje. Als er iemand ontsnapt, dan vertel je dat eerlijk, begrepen? Luister. Als je wilt dat iemand eerlijk tegen je is, noem hem dan geen kleintje! Ook al is het wel de waarheid, ik ben een kleintje, maar dat is niet eerlijk. Oké, guys, we gaan snel kijken wat hier allemaal gaande is. Oh, ik ben wel echt excited. Oké, luister, cellenblok A. De manieren waarop mensen verstopt waren, maar vooral probeerden te ontsnappen, was super grappig en episch. Nu is het tijd voor deel 2. Deel... 2. Jongens. Oh! Jij met je eenoogige banaangele hoofd. Minion, I love you. Wat heb je een mooie zonnebril. Wat kijk je blij. Wat ben je hier aan het doen? Ik was het niet!
Ik was het niet. Luister, je hebt de aansteker nog in je handen. Misschien is het verstandig dat als je ontkent, je wel eerst het bewijsmateriaal wegdoet. Dit is gewoon letterlijk alsof ik met mijn hoofd over de toets van mijn schoolgenootje hang. En ik word betrapt op afkijken. En terwijl ik nog naar zijn toetsantwoorden kijk, schreeuw ik... Ik kijk niet af. Ik kijk niet af. Het is een leugen. Oké, weet je, dit is gewoon weer een gevangene. We zitten nog niet eens in de eerste cel en er is alweer iemand ontsnapt. Oké, de allereerste cel. Surprise. Er is niemand. Oké, wacht even. Kleine inspectie. Niks meer dan een rioollucht. Oké, een kist. Wacht eens even. Dit is de eerste cel waar een kist aanwezig is. Oh jongens, wow. Iemand neemt de term ontsnappen wel heel letterlijk op. Yo, dit is de allerlangste gang ooit. Langer dan de gang waar ik soms op moest zitten tijdens wiskunde. Omdat ik... Ja, oké. We gaan snel kijken wat hier is. Gaat het naar rechts? Iedereen zijn hobby's. Ik heb ook hobby's. Alleen die hebben niks te maken met boekenkasten en toiletten. Ik laat je even alleen. Als je toiletpapier nodig hebt, dan... call me! Oké, luister. Dit is wel een beast move. Je moet je voorstellen dat alle gevangenen proberen te ontsnappen. En deze gevangene gaat tussen de boeken naar het toilet. Hey, het is legaal in Minecraft. Of is er een anti... op het toilet zitten tussen boeken wet. Lijkt mij onwaarschijnlijk. Ik denk dat deze jongen zich heel erg goed houdt aan de regels van Minecraft. En ik ben trots op hem. Dit kan toch niet? Waarom staat jouw cel onder water? Ik ben een haai. Wat verwacht je? Oké. Weet je, ik moet je wel meegeven. Jij bent een van de weinige gevangenen die nog op zijn cel zit. Dus thumbs up voor de haai, jongens. Hashtag team haai in de comments. Ik wil deze jongen blij maken. Of meisje. Het kan ook een meisjeshaai zijn. Oké, guys. Laten we doorgaan naar... Zie ik nou een kikker in deze cel? Wat heeft dat nou weer... Oké. Wat is hier gebeurd? Hij zegt ook alleen maar... Oeps. Als dat jouw reactie is wanneer heel je slaapkamer onder de lava ligt, dan weet iedereen dat het volslagen jouw eigen schuld is. Als dat gewoon letterlijk... Oeps. Alles ligt onder de lava en zijn enige reactie is oeps. Oké. We gaan door. Dank jullie wel voor het verblijf. Kusjes. Deze gevangene is niet alleen ontsnapt, maar hij bedankt de gevangenis voor het verblijf. Alsof het een gratis hotelovernachting / vakantie was. Dat is het niet, toch? Nee, joh, tuurlijk is dat het niet. Come on. Oké. Ik ga daar zo meteen wel even kijken. Hallo, villager. Ik was niet eerlijk met ruilen. Oh, hij zit in de gevangenis omdat hij niet eerlijk was met ruilen. Ik heb wel taart! Wauw, deze villager is de definitie van positiviteit. Zit in de gevangenis, kan geen kant op, moet een lelijke oranje oansie dragen. Maar hij heeft wel taart, als jij dat maar weet. ik heb zo'n vermoeden... dat Cookie Monster, die wij eerder in deze video aantroffen met TNT, zijn redstone-fakkel heeft gebruikt. Oh my gosh. Oké, wat heb jij te zeggen? Mijn buurman heeft iets gedaan wat niet mocht. Ja, dat zie ik, ja! Dankjewel, meneer Galaxyhaar, dat je het me even vertelt. Ik dacht gewoon dat iemand een scheetje moest laten die een beetje explosief was. Ik hoorde een knal, ja. Ja, dat kan ik mij heel goed voorstellen dat je dat hoorde. Guys... Wij hebben alles onderzocht. Wij hebben alle gevangenen opgespoord. En nu is dus de grote vraag... Moeten wij eerlijk zijn tegen politie Hanks? En moeten wij hem vertellen dat bijna alle gevangenen aan het ontsnappen zijn?
like als ik er gewoon eens een keer met hem in gesprek over moet gaan. En spam in de comments ja of nee. Ja als ik het moet vertellen, nee als ik het... Bedankt voor het kijken. En blijf uit de Minecraft-gevangenis. Het is een enge plek. Met kikkers en lava en cookie monsters. En mensen die op het toilet zitten tussen de boeken. Dat klinkt eigenlijk best wel cool. Ik ga naar de bibliotheek en ik neem mijn toilet mee. Adios.